And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Welkom bij alweer een nieuwe video. Zoals jullie zien zijn we niet aan het urbexen momenteel. Hoe komt het? Explain. We zijn er eventjes gesnapt. Ja. We zijn even met twee weg naar de zee. We gaan Sebbes ook even laten zien waar we in overnachten. Dat is wel best grappig eigenlijk. Ja. En dan gaan we morgen vroeg urbexen. Of toch proberen urbexen. We hebben de hele dag tijd, dus... We gaan zoveel mogelijk proberen te zien en proberen zoveel mogelijk in beeld te brengen voor jullie. Anders hebben jullie er ook niks aan. Niet sterven alsjeblieft, denk u. Dus ja, we zijn eigenlijk wel een beetje laat aangekomen. Daarom dat we eigenlijk niet veel kunnen filmen nu. Maar we hebben wel lekker pizza gegeten. Ja, dat wel. Net even lekker pizza gegeten, wel lang moeten wachten eigenlijk. Een half uur, zeker moeten wachten. Voor ons drinken alleen al. Ja, inderdaad. Er zijn dus nu echt gewoon gekken in het water aan het rennen in hun buren. En het is echt gelijk. Hoeveel graden is het? Dat is nice. Het is echt gelijk 14 graden, 13 graden of zo. Amai. Echt gek. En wat vind je ervan? Grappig, ja. Alleen een beetje koud. Ja, het is wel slap, zou ik hoeven zien. Ja, we gaan er toch wel straks pakken, zo. Mm-hmm. Want ja, het is wel heel koud. Ik ben al blij dat ze deze tegen hebben gegeven. Ja, niet dat zo vlaat had. Oké, dan gaan we nu proberen slapen. En dan gaan we morgen vroeg urbexen. Is goed, John. Mm-hmm. Ja. Maar goed, dan zien we jullie in de ochtend weer. Hi, baby. Hoi. This is heaven. We got like breadths already being cut. We have strawberries. Some yogurt, milk, even my favorite Nutella, some coffee, and some juice.